Roberta, heerlijk allemaal, die geuren. Hè? Ja, wat ben je nou aan het maken? Ik ga natuurlijk iets met pepernoten maken. Ja. Dat hoort uiteraard bij Sinterklaas. Maar pepernoten kun je gewoon eten, maar je kunt ze natuurlijk ook verwerken in een lekker toetje. Kan ik iets voor je doen dan? Ja, ik ga in ieder geval speltpepernoten tiramisu voor jou maken. En zou jij misschien voor mij de mascarpone even willen doorroeren met de vla en wat kwark? Ja. Dan heb ik even vast de pepernoten. Ja. Ik heb hier speltpepernoten. Die heb ik speciaal voor jou meegenomen, want jij schijnt een soort speltbeschuitverslaving te hebben. Oh, ik ben gek op. Nou, ik vind de bite van spelt vind ik echt gewoon super. Ja, ja, die is gewoon lekker hard, soms een beetje keihard. Dit is niet geen speld. Neem er eentje met speld, proef eens. Of dat het echt lekker is. Of veel lekkerder. Ja, brosser. De bite. Ah, brosser, dat is het. Ja, wat ik ga doen met deze speltpepernoten, die doop ik in de espresso. Net zoals dat bij een tiramisu gaat, maar dan met de lange vingers. En dan gaan ze onderin het glaasje. Ja. Nou, dat is natuurlijk even een klein werkje. En dan, als jij misschien ondertussen alvast wat van de mascarpone hierop zou willen scheppen. In de glaasjes? In de glaasjes. Oh jee, dat is nog in een grote lepel dit. Ja, moet je zien. Het gaat nou, gelukkig heb ik ze klaargezet. Oh. Maar dit is dus ook zo kindvriendelijk, dus. Want het is met vla in plaats van met eieren en geen alcohol deze keer. Dus je kunt voor volwassenen. Oh, ik maak echt een puinhoop van. Lucille, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb ze vastgemaakt. Die gaan wij samen straks opeten, want hier staat het eindresultaat. Hartstikke mooi. Oh, ik heb er nu al zin in. Lekker, Carlo. Lekker.